Gamer ziet, welkom bij een nieuwe Clash Royale video. Het is echt super sick. Er komt een mega, maar dan ook mega zieke update aan in Clash Royale. Er komen twee nieuwe kaarten. Het hele puntensysteem met de ladder dat wordt aangepast. Er komen aanpassingen in Clan War. Er gaat echt enorm veel gebeuren. En ik ga jullie deze video op de hoogte stellen van alles wat gaat gebeuren in Clash Royale. Het wordt sowieso nice. Als je een beetje Clash Royale speelt, dan vind je de updates die er gaan komen sowieso nice. Dus zeker even deze video checken. Maar voordat we verder gaan, wil ik jullie eerst al mijn vraag om dat duimpje omhoog achter te laten. 1000 likes zal super awesome zijn. Abonneer natuurlijk als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we eerst maar als eerste iets gaan kijken naar de twee nieuwe kaarten die gaan komen. Het is de twee kaarten die gaan komen. Dat is een Hog Rider. Dat zijn vier kleine Hog Riders. Dus een soort van goblins. Alleen dan als Hog Rider. En we hebben ook nog een grote sneeuwbal. Een soort van tussen zap en vuurbal achter iets in. Maar ook met een vertraag effect. Dus best wel vet. We gaan in ieder geval eerst even kijken naar wat gameplay. Dat zien jullie gewoon nu in het scherm verschijnen. Dit zijn zeg maar die mini Hog Riders. Dat is echt super vet. Dus je hebt vier Hog Riders. Je kan ze dus ook splitten naar twee kanten. En dan kan je op die manier aanvallen. En ze springen dus ook over de rivier heen. En het voordeel is dat dit natuurlijk veel moeilijker verdedigende is. Vier van die Hog Riders. Natuurlijk als je één bommentoren hebt. Dan kan je het op zich wel makkelijk verdedigen. Het is zeg maar troepen die splash damage doen, die kunnen het goed verdedigen. Maar zodra je bijvoorbeeld een P.E.K.K.A. hebt of zo, normaal met een normale Hog Rider, zo'n P.E.K.K.A., zo'n Hog Rider in één keer dood krijgen, nu heb je er vier. Dus dan duurt het veel langer voordat al die Hog Riders dood zijn, waardoor je toch nog best wel wat damage kan doen. En ik denk dat dit een troep gaat worden wat ontzettend veel gaat gebruikt worden. We kunnen trouwens nog even naar wat meer gameplay kijken. Hier is een Ice Wizard die het verdedigt. Maar bijvoorbeeld hij doet hier een bliksem en dan heb je meteen ziek veel damage. Dat is echt niet normaal. Op deze manier kan je denk ik echt perfect aanvallen. Ik denk dat dit een van de nieuwe troepen gaat worden wat door alle pro's gebruikt gaat worden. Ik denk dat deze heel vet gaat worden. Maar dat is mijn verwachting. Ik weet trouwens niet precies wanneer deze update gaat komen. Het komt sowieso voor de zomer, want het is de zomerupdate. Maar datum en zo, daar ben ik ook niet bekend mee. Clash Royale had de video geüpload met de nieuwe dingen die gingen komen. Dus daarom weet ik het. Anders wist ik het natuurlijk ook niet. En ik dacht, weet je, ik wil jullie wel even op de hoogte stellen. Maar we gaan door naar de volgende kaart. En de volgende kaart is dus die enorme sneeuwbal. Jullie krijgen nu weer wat gameplay te zien. Tegen zo'n horde gunstelingen werkt die dus perfect. Ik denk dat die twee elixir gaat kosten. Tegen een prinses kan die ook goed werken, want je verplaatst die prinses vervolgens zodat die binnen bereik is. Maar je maakt die troepen niet in één keer dood. Maar het is wel gewoon iets wat heel chill is, want hij vertraagt ook alles en iedereen. En dat kan soms heel goed werken. Bijvoorbeeld bij deze aanval kan die tovenaar dan toch wel behoorlijk wat damage voorkomen. En ik denk dat dit wel een chille kaart is, alleen ik weet niet of het de Lock en Zap gaat vervangen. Want ze hebben deze kaart toegevoegd, omdat bijna iedereen de Lock of Zap gebruikt. Wouden ze iets anders hebben, dus hebben ze dit toegevoegd. Maar ik weet niet of dit nou echt de kaart is die daarvoor gaat zorgen. Als ik er zo naar keek, dacht ik dat ik dan toch liever de Zap of Lock zou gebruiken. Maar je weet het pas echt als je er zelf ook mee gaat spelen. Dit is nog alleen gameplay, dus misschien dat het in het echt nog wel vetter is. Maar dat waren dus de twee nieuwe kaarten die eraan zitten te komen. Ik denk dat het echt hele vette nieuwe kaarten zijn. Maar we gaan verder, want we hebben nog veel meer dingen om te bespreken. Want het volgende waar we over te bespreken hebben is de ladder. Die wordt helemaal geupgraded. Je hebt natuurlijk allemaal verschillende arena's in Clash Royale. Je hebt lage arena's en hele hoge arena's. In elke arena kan je kaarten krijgen. Maar ze zijn de arena's compleet aan het door elkaar halen. In ieder geval de kaarten die je daaruit kan krijgen. Bijvoorbeeld de jager was best wel hoog in arena's. Die is nu veel lager in de arena's. Dus als jij in een lage arena zit, kan je nu gewoon de jager kijken krijgen. En op die manier zijn ze wat kaarten aan het verschuiven. Zoals elite barbaren, die zijn volgens mij omhoog gegaan. Gewoon wat kaarten die omhoog of naar beneden zijn geplaatst. Zodat je met eventueel nieuwe kaarten kan spelen. Als je bijvoorbeeld in arena 6 zit of zo. Ik weet niet precies in welke arena je zit natuurlijk. Maar in ieder geval is de kans heel groot dat je nieuwe kaarten kan krijgen door de nieuwe update die er gaat komen. Dus dat is wel vet. Dan heb je weer allemaal nieuwe mogelijkheden om nieuwe decks te maken natuurlijk. Maar dat is zeg maar meer een update voor degene met wat lagere trofeeën. Er is ook een update voor degene die over de 4000 trofeeën heen zit. Want dan heb je natuurlijk alle kaarten al kunnen verzamelen. Dan maakt het niet meer uit in welke arena welke kaarten zitten. Zoals ik. Ik zit er meestal rond de 4000, 5000 trofeeën. Dus dan heb je er helemaal niks aan. Maar wat ze hebben gedaan? Normaal aan het eind van het seizoen, als je bijvoorbeeld 4800 trofeeën had of 4300, je ging dan altijd naar de 4000 trofeeën terug. Dan maakt het niet uit hoe hoog je zat. Als je onder de 4900 zat, ben je gewoon gereset naar 4000. Dat hebben ze nu hersteld. Dat is ook wel beter, want stel je had 4800 trofeeën en je moest dan vervolgens tegen iemand die vorig seizoen 4100 had gehaald, dan win je natuurlijk veel, ja, dan win je gewoon super makkelijk. Dan heeft diegene met 4100 trofeeën geen schijn van kans.
Hoe ze het hebben gefixt is dat alle trofeeën boven de 4000 door de helft gaan. Dus stel je hebt 4900, dan krijg je 4450. En stel je hebt 4500, dan ga je trofee naar 4250. En stel je hebt 4100, dan krijg je 4050. Zeg maar, op die manier werkt het. Dus alles boven de 4000 wordt gehalveerd. En op die manier blijft iedereen wel een beetje, zeg maar, rond hetzelfde niveau zitten. Maar ik denk dat daardoor dat je veel hogere trofeeën kan halen. Want dan word je toch iets minder laag gezet. Stel, normaal had ik 5000 trofeeën, dat haal ik meestal normaal. Dan ben ik normaal gereset naar 4300, maar nu naar 4500. Dus dat betekent dat je gewoon in het begin al meteen hoger zit. Dus ik denk dat het dan gaat lukken om ook hoger te komen aan het eind van het seizoen. Dus dat is een update voor de wat betere spelers. Oh ja, en wat ik nog vergeten was te zeggen, dat er ook betere prijzen komen. Dus als jij, zeg maar, de 5000 trofeeën hebt gehaald, dan is de kans nu groter dat je nog betere prijzen krijgt. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit, maar in ieder geval, dat gaat er wel aan zitten komen. En er is er nog één ding wat ook nieuw gaat komen, is namelijk Clan War. Ze zijn volop bezig om Clan War nog beter te maken. Er komen niet grote veranderingen in Clan War, maar wel van die kleine irritante dingen. Bijvoorbeeld als je een Clan War deck hebt gemaakt, kan je hem niet kopiëren naar je andere decks. Dat is, vind ik persoonlijk heel irritant, maar dat zit er dus aan te komen. Wat je ook kan doen is dat je met vijanden, in zeg maar de vijandelijke clans, dat je daar live kan meekijken. Stel, een vijandelijke clan heeft nog één aanval en als hij die wint, dan haalt hij jullie in. En dan wil je natuurlijk graag mee kunnen kijken. En dat kan waarschijnlijk binnenkort ook. Wat nog meer is dat je betere Clan War kaarten gaat krijgen. Want soms heb je bijvoorbeeld maar één spel die je goed kan gebruiken. Ze gaan het meer in balans brengen. Dat gaan ze ook doen. En allemaal van dat soort Clan War updates. Dus niet extreem groot, maar wel waardoor Clan War weer net wat beter wordt en wat fijner wordt om mee te spelen. Nou, dan heb ik dus jullie nu op de hoogte gesteld van alle updates die er op dit moment zitten aan te komen. Ik heb nu even trouwens Clash Royale voor me op dit moment. De update is er nu nog dus niet, maar die zit eraan te komen. Maar er is echt superveel verandering. Ik ben er echt hype voor. Vooral voor de nieuwe kaarten lijkt me heel vet. En hoe de nieuwe ladder gaat werken, dat vind ik ook heel vet. We kunnen trouwens even dit zilveren kistje openen. En dan ga ik nu gewoon even één potje spelen van Clash Royale op mijn account momenteel. Hoe lang duurt het seizoen trouwens nog? Met seizoen, waar kan je dat? Dat kan je hier zien. Dat duurt nog 13 dagen. Dus we hebben nog 2 weken de tijd om in ieder geval de 5000 trofeeën te halen. Dat wil ik toch wel even heel graag halen. Het zou wel nice zijn als dat me gaat lukken. En misschien wel de 5200. Maar we gaan dus één potje spelen. Dan sluiten we daar deze video ook mee af. Maar ik ben trouwens ook wel benieuwd hoe jullie erover denken over de update. Denken jullie, ja, dit is echt vet. Daardoor ga ik sowieso weer meer Clash Royale spelen. Of misschien denken jullie, ja, het boeit me ook helemaal niet. Laat me even weten in de comments. Ik ben wel benieuwd naar jullie mening. Ik vind het persoonlijk in ieder geval super vet. Ik ben altijd hyped over dit soort nieuwe updates. Helemaal als er nieuwe kaarten komen. Dat vind ik altijd vet. Soms dan heb je echt van die kaarten denk je, ja, die past gewoon perfect in mijn deck. Dat is gewoon helemaal perfect. Maar soms heb je ook kaarten waarvan je denkt, ja, nee, daar heb ik echt helemaal niks aan. Ik moet trouwens wel een beetje geconcentreerd blijven spelen. Want ik wil dit potje natuurlijk wel winnen. Hopelijk blijft mijn tovenaar levend. Die blijft ook levend. Oké, nice. Dan is die oven in ieder geval kapot. Maar dan heb ik verder eigenlijk geen damage kunnen doen. Dus dat is jammer. Maar ja, mijn tegenstander heeft ook niet echt damage kunnen doen. Dus dat compenseert weer een beetje. Ik denk dat ik zo meteen met mijn houthakker en dan de horde gunstelingen erachter neer ga zetten. Dan ben ik benieuwd. Als hij een vuurbal al zo heeft, dan is dat wel vervelend of pijlen. Maar daar gaan we nu achter komen. Hij zet er in ieder geval boogschutters neer. En hij heeft barbaren. Maar ja, die gaan sowieso nu dood. En misschien dat mijn horde gunstelingen nog best wel wat damage kan doen, maar dat gaat niet echt gebeuren. Niet op deze manier. We doen er even een vuurbal, heb je die boogschutter meteen dood en zijn oven ook. Dan hebben we toch redelijk wat damage gedaan. Kijk, daar sta ik toch even voor, dus dat is wel mooi. Dit zijn trouwens altijd wel lastige potjes, want ik speel meestal de laatste tijd echt, zeg maar, standaard in de top 200 van Nederland. Dus tegen echt goede mensen. Dan is het elk potje gewoon weer strijden om elke kleine beetje damage wat je kan doen. Dat is echt niet normaal. En meestal aan het eind van het potje met dubbel elixir, dan pas kan je echt wat damage doen. Meestal voor die tijd, die eerste 2 minuten, meestal is het dan echt gewoon rustig spelen en gewoon een beetje afwachten. Meestal werkt het op die manier. En heel soms heb je gewoon een tegenstander die of heel goed tegen jouw deck speelt of dat jij heel goed tegen zijn deck speelt. Meestal gaat het een beetje op die manier. Maar zit hier weer een tovenaar achter. We kunnen zo meteen een houthakker erbij neerzetten. Ja, want ik denk dat hij namelijk zo meteen daar inderdaad een duizend prins neerzet. En door die houthakker gaat hij wel snel dood. En ja, dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit als mijn... Ja, dit ziet er heel goed uit. Ik wou net zeggen, als mijn koninklijke reus... Oh nee, reusskelet zijn toren kan halen, dan heb ik sowieso ziek veel damage. En dat heb ik ook. 2 keer een vuurbal en ik heb hem neer. Oh, dit is trouwens wel een beetje vervelend. Ik zal hier nog even een lock neerzetten om een laatste beetje damage te kunnen voorkomen.
Nou, heeft hij toch redelijk wat damage kunnen doen, dus dat is wel ferrend. Doe maar even houthakken vleermuizen. Maar dit verdedigt hij ook wel goed. Doe daar even op zijn oven. En daar nog verder. Doe hier even een tovenaar. In ieder geval de gunstelingen te verdedigen. Wat gaat hij hier doen? Hij doet daar een lock. Dat had ik al verwacht. Ik doe hier nu ook mijn lock. En dan doe ik hier Goblin Band erbij. Ja, ik ging er sowieso vanuit dat hij dat zou inzetten. Dus ik dacht, ja, dat ga ik echt niet doen. Dit is trouwens nu wel een beetje fucked up, want nu kan ik zijn toren niet neerhalen. Nee! Oh shit, ik heb hem net misgerekend. Shit, ik kan nu een lock inzetten, maar dat is net te laat. Oh shit. Dit is zo verschrikkelijk. Dit is dus zeg maar op dit niveau. Dan gaat het toch van die zulke kleine verschillen. Dit is echt heel erg fucked up. Ik heb trouwens nu bijna weer een ik krijg nu een berichtje van de update. Nou, in ieder geval, nice, maar dat heb ik dus allemaal al gezien. Maar in ieder geval, ik heb nu bijna een super magische kist die ik kan vrijspelen. En dan ben ik volop voor aan het sparen. Maar dat duurt nog wel even, maar die komt er dus ook aan. Maar het is wel een beetje zonde dat we dit potje dan hebben verloren. Maar dan laat ik het hier in ieder geval bij voor deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En natuurlijk, tot slot, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!